NPO1 is gemiddeld genomen de meest bekeken tv-zender van Nederland, maar als de slimste mens op zender is, dan zappen de meeste mensen naar NPO2. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want NPO1 is het vlaggenschip van de publieke omroep. Na 10 jaar wordt er dan ook voor gekozen om Philip Freriks en Maarten van Rossum te verhuizen. Philip en Maarten krijgen een plekje in de programmering van NPO1, zodat NPO2 nog meer de zender voor verdieping, verbeelding en cultuur kan worden. Het is volgens NPO's tv-baas Frans Klein mooi meegenomen dat de slimste mens ook veel relatief jonge kijkers meeneemt naar het hoofdnet. Frans tegen nu.nl, ja, de slimste mens trekt juist ook jongere kijkers, ondanks de 2 senioren presentatoren. Ik krijg dan de vraag of dit de vernieuwing en verjonging is waar de publieke omroep naar moet streven. Maar het publiek gaat uiteindelijk voor authenticiteit, zoals bij de slimste mens. Frans hoopt de oudere kijkers vooral te parkeren op NPO2. Dat de slimste mens veel jonge kijkers trekt zal veel mensen verbazen, maar Frans niet. Het gaat niet altijd om het jonge gezicht, maar vooral of je geloofwaardig bent. Overigens verhuist ook Keuringsdienst van Waarde naar NPO1. Dat programma is nu nog te zien op het veel kleinere NPO3. Dat doen we omdat we juist dat jonge profiel wat willen verscherpen. De programma's Kassa, Radar en Opsporing Verzocht verhuizen van NPO1 naar NPO2. We'll be right back.